Motions heet ik u van harte welkom vanuit een bomvolle Jaap Edehal in Amsterdam. U kunt gaan kijken naar een internationaal kickbokspektakel waar onder andere aan deelnemen Frankrijk, Nederland, Engeland en Thailand. En in deze eerste match, deze eerste wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Ton van Heumen, kunt u gaan kijken naar Nederland en Frankrijk. U zag daarnet in de blauwe hoek Essissima uit Frankrijk en in de rode hoek Ai uit Nederland. Deze partij die overigens gevochten wordt volgens het WKA-reglement. Dat wil zeggen, er wordt gevochten met lange broek en voetbescherming. De wedstrijd gaat over 7 ronden van 2 minuten. En de vechters zijn verplicht 8 trappen per ronde te maken. En het zogenaamde clinchen en knieën is ten strengste verboden. Het begint allemaal nogal rustig. Hier het aftasten en het opbouwen van het gevecht. Beide vechters gaan er rustig tegenaan. Essissima, die overigens zijn carrière aan het afbouwen is, in tegenstelling tot Ai, die echt aan het opbouwen is, je zou kunnen zeggen, het is komend tegengaand. Nog steeds aftasten. Het gevecht komt langzaam iets op gang. Beide vechters staan erom bekend dat ze sportieve vechters zijn en ook zeer aan elkaar gewaagd zijn. Het is muisstil hier in de Amsterdamse Jaap Edehal. Alle in afwachting van wat komen gaat. Essissima, die overigens traint bij JMS Sport en Ai bij Megiddo Gym uit Amsterdam. We kunnen nu wel stellen dat het gevecht op gang komt. De beide heren lopen warm in de eerste ronde, waarvan er 7 gevochten moeten worden gedurende 2 minuten. Kijkt u mee en volgt u de heren nauwlettend, zoals ik al zei. Sportieve vechters met goede technieken in het WKA-reglement. Hier krijgt Ai een vermaning en dat is waarschijnlijk voor het trappen tegen de binnenkant van het dijbeen, wat verboden is in het WKA-reglement. Ja, het gevecht begint nu duidelijk op te leven, met korte onderbrekingen, maar dat werd tijd ook. Korte stoot op het lichaam van Ai hier, in de hoek. Ja, ja. Heftige stotenwisselingen nu. Essissima op het lichaam van Ai. Mooie hoge trap van Ai. Richting Essissima. En hier een minder belangrijke waarschuwing voor het vasthouden. Niet alleen de vechters, maar ook het publiek wordt wat levendiger. En ik moet u zeggen, het is hier toch afgeladen, een uitverkochte Jaap Edehal. Dus we zullen ongetwijfeld nog meer horen. Mooie combinatie hier. Prachtige low kick van Ai en die moet aankomen op het bovenbeen van Essissima. Keurig.
En de heren krijgen wat rust. Instructies van de trainers. U ziet hier het invetten van het gezicht van Ai, wat nodig is om de stroeve klappen wat op te vangen. Het gevecht duurt voort, het publiek is wel enthousiast, maar echt spectaculaire hoogtepunten zien we niet in deze vierde ronde alweer. In de strijd tussen Essesima, Frankrijk en Ai uit Nederland. Ik wil jongens in Alkmaar ook, daar zit er ook een... Ai, mooie rechtse directe op het hoofd van Essesima. Keurig gedaan. Hij komt hier nog even terug, maar die rechtse directe moet aangekomen zijn. Ja, duidelijk aangeslagen hier Essesima op de valreep. Hij krijgt hier voor 8 tellen rust. Op de valreep, jawel, mooi gedaan. In een zeer sportieve strijd nog steeds. Het gevecht wordt hervat hier. Jammer van deze linkse directe van Ai, die niet op het hoofd belandt. Ja, hier nog een rechtse uithaal. Niet helemaal afgemaakt. Dat betekent dan het einde van de vierde ronde alweer in deze strijd volgens het WKA-reglement. Het bekende oplappen weer, wat verkoeling met de spons, om vervolgens door te gaan met de vijfde ronde. Maar wat gebeurt hier? Essesima loopt naar de rode hoek. Hé, hey, hij geeft het op, ja hoor. En Ai wordt wegens opgave van Essesima winnaar. Een verdiende overwinning voor Ai met Judo Kim uit Nederland.